gaan. Rond 7 uur vanochtend is daar brand ontstaan en die werd snel heel hevig. De ruimte lag vol met karton en plastic en hoorde toe aan een zeepdrukkerij. Een aantal benzinestation en een aantal woningen rondom konden voor de brand gevrijwaard worden. Rond 10 uur vanochtend was de brand onder controle. Ook hier geen slachtoffers, maar wel nog heel wat onduidelijkheid over de oorzaak.